Hoe horen naar de regels, dan gaan we zien dat we onze vergadering normaal kunnen voortzetten. Ja? Oké? Okay? Laten we ons houden aan de regels. Ik heb echt niet gedacht dat de minister zo reet zou zijn tegenover ons om de politie op ons af te sturen. Argeren die zijn meki scouten trofee aan Tief Borgo. Ja, dus mensen om Sabi. Tijdens de protest heeft de scouten Takalunu. Baka COVID, Tommy de Hof, Befonding! Want de drive is Pina. Hai! De drive is Pina toch? De naam moet niet toe toch? Daar heb je een plan om alle wegen naar Kondi. Jullie zijn bang, gewoon jullie hebben geen orde voor zorgen toch? Jullie moeten eten toch? Eurozone pay, alles aan moest pay toch? Dat we tegen haar geweld. Zo wordt er gestaakt. De minister wil laten doen blijken dat het gaat om mensen die thuis worden gezet. Zoals hij ze noemt, last minute ambtenaren. Wij gaan niet daarvoor alleen. En dan praat ik niet over mensen die geen salaris verdienen, want dit had net al uitgeschreven. Pijon me kan money. Ja? Dit is massa netjes money geschreven. Mensen die alle loon ontvangen, je kan uit alleen money? Nee! 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 Wat we gaan doen, we gaan de petitie indienen bij de minister. Dus minister, mij hoop dat u komt, tek een petitie in ontvangst. En if you want tak aganes mafio, dem chief you, de tak aganes, de arkinen, dan wil luko voor wel los de probleem op samen minister. Mij o luko, de voem ik amsa, abarikade die ze, nana, mi pidi matike afesse, komit minister. Laat de minister mij zeggen dat hij de directeur niet gestuurd aan mijn kant van. Laat hij mij dat zeggen. Maar ik, de minister heeft altijd met mij gesproken, niet via u naar mij. Het mag brengen. Maar dat heb ik hem niet gevraagd. Ik heb hem gevraagd of hij het komt ontvangen. De minister, ik heb de minister gevraagd om die petitie te komen ontvangen. Ja? Hij begon met betichtingen naar mij toe. Ik heb gezegd, ik ben niet daarvoor daar. Ja? Ik heb gezegd, ik ben niet komen vragen om die petitie te komen ontvangen. Dat is wat de vergadering eist. Of vraagt. Ja? De minister heeft gezegd, verdomd gaat het. Niet met die woorden hoor, laat me het netjes houden. Want mensen maken me soms ook een beetje boos. De minister heeft gezegd, hij denkt er helemaal niet aan om daar beneden te komen ontvangen. We kregen wel de gelegenheid als organisatie met twee man die petitie bij hem te komen indienen. Ik heb hem gezegd, minister, ik breng de boodschap naar de vergadering. En dan hoor ik van de vergadering wat er verder gebeurt. Ja? De minister heeft gezegd, hij komt voor geen cent hier om een petitie aan de kans te doen. Wat
foto. We gaan tapen foto. We tapen Condre. Laat de jongeren komen. Laat de jongeren komen. Is een man met palen. Laat de jongeren komen. Poepzak is die poepzak. De minister heeft mij verder gezegd dat wanneer wij die petitie hebben ingediend met twee man daarboven, dat wij moeten afsluiten. Wie is Eigenlijk heeft de minister voor mij bepaald om hoe laat ik mijn vergadering moet sluiten. Maar je weet wat gaat gebeuren als we het niet doen, toch? Wat gaat gebeuren dan? De zonen van Herman dat zullen optreden. Ik heb een voorstel. Ja? Ik ga weer uw boodschap moeten brengen naar de minister. Ja? En dan hoor ik verder wat hij verder gaat doen. Ja? Ik moet uw boodschap terugbrengen naar de minister. Oké. Hij is een man. Laat hij naar beneden komen. Ik ga de petitie indienen. Je gaat de petitie indienen. En dan geeft hij een verkeer voor. Want hij moet van twee man gaan. Laat hij naar beneden komen. Dat is alles. Dat is alles. Wat ik heb begrepen, dat de minister zich ook niet goed voelt. En Omarkini. Ik begrijp dat hij zich niet goed voelt wanneer hij die massa hier gezien heeft, ja. Ja toch? Dan begrijp ik dat hij zich niet goed voelt, nee. Ja? Maar luister nou, daarom ik Omarkini. Ja? Luister wat we gaan doen. Luister wat we gaan doen. Wanneer de minister voet bij stuk houdt, dat hij die petitie niet komt ontvangen. Dan gaan wij... Hier slapen? Nee, we gaan niet hier slapen. Wij zouden niet in actie gaan. Wij zouden niet in beraad gaan. Nee. Wij zouden de petitie indienen. Maar als de minister voet bij stuk houdt, dan ga ik het besluit geven van het bestuur nu. Met ingang van vandaag. Leggen we het werk neer! Nee, nog niet zo zwaar. Met ingang van vandaag. Branden we dat gebouw! Gaan wij elke dag om 11 uur in beraad. En dat gaan wij doen zoals die petitie heeft aangegeven. De hele week tot en met donderdag. We gaan nu naar onze geheime locatie waar we in beraad gaan. U vertrekt nu naar de geheime locatie en u wacht op mij. Dus bij deze ga ik mevrouw de secretaris van de bond vragen om die petitie aan u voor te lezen en aan u te overhandigen. De leden eisen van u. 1. Om binnen 1 week, 7 dagen na heden, de commissie ter straffen benoemd op 28 juli 2015... te bemannen met uw leden, terwijl de leden van de bond behouden blijven. 2. Dat alle ontslagen, schorsingen en stopzettingen van salarissen van werknemers die door de WO aan u zijn doorgegeven, met onmiddellijke ingang teruggedraaid worden en vervolgens voor te leggen aan de commissie ter straffen voor het onderzoeken of deze wel rechtmatig waren opgelegd. 3. Dat het ministerie binnen een maand na heden overgaat tot het herwaarderen van alle functies. 4. Om binnen 1 week 7 dagen na heden de punten opgenomen in de ingediende wensenpakketten af te handelen en of tastbare resultaten aan te dragen.
En dat de gekozen leden in Ikeri een ruimte toegewezen krijgen op het complex van OE in Ikeri, oftewel OE Regio West, om op adequate wijze de vakbondswerkzaamheden te kunnen verrichten. En we gaan kijken waar we antwoord op kunnen geven. In elk geval is dit ministerie heel transparant wat dat betreft. Maar als men komt voor A, moet men van deze minister niet verwachten dat ik alleen voor A ga werken. Men moet eerlijk zeggen dat er ook B en C is. En ik als minister heb de verantwoordelijkheid om te letten op A, B, C. Toch? Dus politieke agendas moet men met deze minister niet komen voeren hier. U moet weten dat er hier mensen zijn met dubbele functies. Hoofd, maar je bent ook beleidsadviseur. Mag volgens de visowet niet. Maar heeft ooit een vakbond met dit verteld? Wij zijn niet de organisatie die zal strijden voor fraude. Wij gaan strijden tegen fraude. Ja? Dus als hij gelijk heeft, heeft hij gelijk. Maar hij moet het kunnen onderbouwen. U gaf aan dat er hier en daar aladol personeel in dienst is genomen. Hoe staat het nu met uw onderzoek? Het gaat zeker om een aantal tientallen, honderden tallen. Waarbij in elk geval de beschikkingen niet volgens de visowet zijn gemaakt. Die dingen worden teruggedraaid. Laatst met de benoeming tot beleidsadviseur, maar heb niet eens op OE gewerkt, wordt teruggedraaid. Toch? Is onrechtmatig, is niet billig tegenover alle arbeiders die hier jarenlang hebben gewerkt. Dus dat onderzoek loopt, dat die procedure is al ingezet. Leden die nog geen petitie nog niet hebben getekend, ik wil u vragen om deze alsnog te doen. Je weet het zelf, hoe de mensen in dienst zijn genomen. Beschikkingen zijn op straat verdeeld. Er zijn meer verschillende functies, hoor. Administratieve medewerkers of beleidsadviseurs of veldwerkers. Het is divers, maar daar gaat het niet om. Het gaat om een grote massa die plotseling kwam aanhollen afgelopen maanden, voor 25 mei zeker. En toen ik jullie hier kwam, nog net een beetje. En iedereen was stil. Iedereen was stil. Toch? Waarom hebben de vakbonden toen niet opgetreden? Toch? Iedereen was maar stil. Van deze petitie wordt alvast een afschrift gestuurd naar de overige bonden binnen het ministerie van Openbare Werken. Wanneer vakbonden 1500 ambtenaren zien rennen voor de verkiezingen, waar waren ze toen? Toch, als een gebouw instort, dan ga je komen rennen. Toch, waar waren ze? Waar hebben ze niet aan de bel gegrepen om de regering te zeggen, hé, wat gebeurt er? Kan dit wel? Indien blijkt dat wij op 19 maart 2021 nog geen tastbare resultaten van u hebben, wij over zullen gaan om de acties te verscherpen. We leven in een crisistijd. We leven in een tijd dat mensen nodig zijn om te werken. Ik kan niet permitteren dat de afdeling niet werkt. Het land is instabiel. Ja, de noden zijn hoog. Toch, als ik hier geen werk kan doen, dan gaan we afdelingen sluiten. Als mensen niet komen op een afdeling, dan gaan we het sluiten. Doe ik het op. En als het zo was, je hoort vaak in de media, ja, de mensen hadden geen werk. Het was een moeilijke tijd. Dan had je verstand moeten gebruiken. Mensen die geen werk hebben, kunnen een sociale uitkering krijgen van de staat, bij het ministerie van Sociale Zaken. Als mensen kinderen hebben en ze hebben geen STF-kaart, kan je naar het ministerie van Sociale Zaken gaan. Wie niet werkt, krijgt gratis een sociale kaart. Dat zijn de voorzieningen van de staat. Maar je gaat niet mensen, 1500 mensen bij OE dumpen als ambtenaar. Deze grappen moeten we niet meer uithalen in het land.